Word je ook zo moe van traag internet? Met internet via glasvezel stream je zonder problemen je favoriete films en series in de hoogste kwaliteit. Zo hoef je nooit meer te wachten. Stap nu met giga veel voordeel over naar een alles in één glaspakket van Kaiway. Ik ben Janine Slots. Ja, eerst zat ik gewoon op worstelen te kijken. En toen voor het eerst vond ik het helemaal leuk. En toen vroeg ik aan papa, mag ik ook kickboksen? En toen gingen we kijken en toen vond ik het helemaal leuk. En toen ben je meteen al bij de Fight Academy gegaan? Nee, eerst ben ik nog bij Heracles geweest en toen ging ik naar Fight Academy toe. Maar zou je niet veel liever gaan voetballen of een andere sport gaan doen? Ik ben wel eerst gaan voetballen. Ik ben wel eerst op voetbal gegaan, maar dat was niet echt mijn ding. Dus toen ging ik op kickboksen. Ik ben 2 keer Nederlands kampioen gewonnen. Eentje vorig jaar en eentje dit jaar. En ik hoorde dat je binnenkort hele belangrijke toernooien gaat doen. Waar zijn die toernooien? En 3 december vecht ik in Spanje voor de wereldtitel. Zo. En dat is niet niks, hè? Nee. En welke zijn daar veel kinderen die daar naartoe gaan? Er zijn wel veel kinderen en die moeten daar ook vechten. En dan heb je een lijst en dan staat erop wanneer je moet vechten. Ik heb gehoord dat jij zowel kickboksen doet als Muay Thai. Wat is daar het verschil tussen? Bij kickboksen mag je stoten, trappen en 1 knie geven. En bij thaiboksen mag je ellebogen en knieën erbij geven. Dus dan mag je iets meer? Ja. Wat vind jij dan leuker om te doen? Ja, ik kan niet kiezen. Ik vind dat wel heel leuk. Dus je kunt helemaal niet kiezen? Nee. En dat doe je allebei de hele week? Ja. Ja? Hoeveel train jij? 5 keer per week. Elke dag 1 keer. En kan je dat allemaal volhouden met school erbij en zo? Ja, mijn meester en mijn leraar vinden het gewoon allemaal prima, dus ik hou gewoon vol. Ik vind het gewoon leuk. Dus jij krijgt de toestemming van school erbij? Ja. Het is een gigantisch groot talent inderdaad. Werkt dag en nacht steeds harder en wij doen ons best om de top te winnen. En dat gaan we zeker blijven. En jullie zijn hier met meerdere sportscholen in 1 sportschool gekomen. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik geef zelf al een aantal jaren les. En samen met mijn vriend Atti hebben wij sinds januari deze sportschool neergezet. Wij zijn gaan fuseren onder de naam Fight Academy Almelo. En binnen nog niet eens een jaar tijd zijn wij ontzettend gegroeid qua leden. Qua sportschool ook. We hebben nu 200 vierkante meter erbij genomen voor het fitness- en cardio deel. Alleen maar om onze jongens sterker en conditioneel fitter te maken. Want wij hebben 1 visie en dat is kampioenen maken hier in Almelo. We hebben al met Julien 2 keer de Nederlandse titel behaald. En nu in Spanje dus, eind deze maand, gaan wij voor de wereldtitel. En die nemen we gewoon mee naar Almelo. Ik hoop dat het lukt. Uiteraard. Of Julien, toch? Ja. Jij gaat ervoor, hè? Ja. Oké, bedankt. Ja hoor, heel bedankt. Wat hebben we over Almelo? Nou ja, de cd Go With The Flow, die is natuurlijk bij iedereen grijs gedraaid. En die bij mij zat ook in de auto en toen hoorde ik ineens het Almeloos volkslied. En toen dacht ik, ja, nou ja, dat is natuurlijk een inkoppertje. Dus dat leek ons een heel mooi gebaar aan de stad Almelo. Ja, dat is het.
Ik ben er geweldig trots op. Ik ben er grots op. Ik laat het zomaar zeggen met elkaar dat dit mooie golf die hier met zoveel mooie handwerken op het raam is gezet. Ik zou zeggen, heel Almelo, lees het, geniet ervan en wees er trots op. Met elkaar. Bedankt. Vertel eens even, waarom heb je Herman met snor? Mijn optiek, Herman met snor is ja, gewoon bekend, meer focus op boem. Dat is die gewoon. En nou even een beetje zo'n blote kont gezegd, zeg maar. Dat, En ik zeg, ja, ik vind met het algemeen, mensen kennen hem gewoon met snor. Gewoon, hij met van snor. Oh. Ja, is helemaal in tegenwoordig. Dus daarom hebben we, ja, dat hier over het schooien, hebben we toch een kopietje van gemaakt. Dus een beetje. Je hebt dit gedicht niet gemaakt met dit doel? Nee, niet met dit doel. Het is bedoeld om te zingen, niet om te lezen. Maar het staat me prachtig op het raam. Ik heb nog niet eerder achter de ramen gezeten. maar nu hang ik dus achter de ruiten. Mooi. Opnieuw is het. Oh ja, dat is de camera. Ik was helemaal vergeten dat er een camera stond. Nee, maar hartstikke mooi. Ik zeg net, ik heb nog niet eerder achter de route zitten. Maar nu zit ik er mooi achter. Het zit er heel netjes op, mooi strak. Na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo. Maar het staat allemaal op de cd Koor Witte Floor in Almelo. En dan heb je er een muziekje bij en dan kun je het zingen. In de badkamer? Ons Almelo, dat plaat sowieso. Maar wij kunnen ook Hollands, maar dan iets hoger. Vandaag wordt hier een cross-evenement gereden. We hebben een zevental klasses hier. Die oude cross die bestaat al hier in Bonnebroek al een 32, 33 jaar. Het kost verschrikkelijk veel energie. Je begint in december al te organiseren om ergens in de loop van het jaar een wedstrijd te organiseren. Je moet heel veel mensen mobiliseren, grondeigenaren. Ja, we zijn vroeger begonnen met een zwarte cross. En dat houdt in en, ja, plaatselijke jongens die een oud autootje umtunnen naar een crossauto. Een paal erin, crossbandjes erop. En dan ging het met geweld over de baan tegen elkaar aan. En leuk, voor de leek is fantastisch mooi. Maar door de vereniging, in de lijn, de verwachting, werd alles naar een hoger niveau geteld. Ook qua veiligheid en toestand. Dat ging niet meer, qua verzekering kon je niet meer rondzetten. Dus alles is wat naar een hoger niveau geteld. En dat houdt in meer aandacht, meer werk, meer kosten, meer mensen die meepraten. Het is niet meer het plaatselijke gebeuren, het is een landelijk gebeuren, een eenheid. Bonnebroek is behoorlijk bekend in de crosswereld. We hebben een tweetal NK's kunnen organiseren. Hebben de mogelijkheid toe gehad. We hadden een groot perceel waar dat mogelijk was. Wij zouden nog steeds graag nog een keer doen, maar het zit nog vast op grond. Je moet al gauw 15 hectare hebben om zo'n wedstrijd te kunnen organiseren. Dus en dat is op het moment niet aan de orde. Wij hopen nog altijd bij de gemeente Almelo om daar nog een mogelijkheid te krijgen op het RBT. Daar liggen een bul grond. Als het neusen dezelfde kant afwijzen, zullen we een geweldig iets mooi in Bonnebroek en Almelo kunnen neerzetten. En dan zijn we toebereid. Wij hebben een stichting en een bestuurtje bestaat uit 8 personen. Daarnaast zit een hele groep mensen die losvast meehelpen. Dan hebben we een groep mensen van een 80 personen op de dag zelf. Die ons helpen tegen het andere spandiensten. En ook de baanposten en de hele toestand, de catering, alles wat er rondom hen gebeuren moet. Nou, die mensen die helpen de hele dag. En de zaterdag ervoor zijn een aantal vrijwilligers voor de opbouw van de baan. En dan vooral de loonwerkers, de grondeigenaren. Ik kan al die mensen geweldig bedanken.
Dat zijn de onderdelen voor onze nieuwe Hankook carouseldraaibank die vanuit Korea deze kant op is gekomen. En wij gaan deze machine gebruiken hier op locatie voor het produceren van onderdelen voor vliegwielen, voor energieopslag. Er waren wat problemen met het transport. Dat klopt, ja. De boot, de onderdelen zaten op een boot van Hanjin. En wellicht heeft u het nieuws gehoord, maar die Hanjin rederij was failliet. Dus de schepen bleven wat ronddobberen onder het bewind van een curator. Dat heeft ermee te maken dat daar nou de onderdelen hier ongeveer een week of 6 tot 8 vertraagd zijn. Hoeveel vrachtwagens zijn in totaal deze kant op gekomen? De totale lading bij ons 14 vrachtwagens. En het totale gewicht? Het totale gewicht heb ik niet zo in mijn hoofd, maar dat zit in de buurt van de 280 ton. En wat is het zwaarste, de zwaarste kist, zeg maar? Het zwaarste stuk is net gelost en die weegt 42 ton. Maar dan moet het nog opgebouwd worden en krijgt u daar hulp bij van de fabrikant? Ja, de fabrikant die komt deze kant op om deze machine hier te installeren. Dat zijn de onderdelen voor onze nieuwe Hankook carouseldraaibank die vanuit Korea deze kant op is gekomen. En wij gaan deze machine gebruiken hier op locatie voor het produceren van onderdelen voor vliegwielen, voor energieopslag. Er waren wat problemen met het transport. Dat klopt, ja. De boot, de onderdelen zaten op een boot van Hanjin. En wellicht heeft u het nieuws gehoord, maar die Hanjin rederij was failliet. Dus de schepen bleven wat ronddobberen onder het bewind van een curator. Dat heeft ermee te maken dat daar nou de onderdelen hier ongeveer een week of 6 tot 8 vertraagd zijn. Hoeveel vrachtwagens zijn in totaal deze kant op gekomen? De totale lading bij ons 14 vrachtwagens. En het totale gewicht? Het totale gewicht heb ik niet zo in mijn hoofd, maar dat zit in de buurt van de 280 ton. Zoals elk jaar in de herfstvakantie organiseren we hier het vakantiekinderfeest. Dat is altijd op de maandag, de dinsdag en de woensdagmorgen van de herfstvakantie. En dan hebben we hier altijd een feestje in de kerk. We kleren de kerk aan dat het ook voor de kinderen een geweldig feestje is. Alleen al om te zien. En we hebben dan natuurlijk, er wordt gezongen, er wordt wat verteld, er wordt Bijbel gelezen, er wordt een verhaal verteld, er wordt geknutseld, er wordt wat gedronken, wat gegeten. En op de woensdag, zoals vandaag, de laatste dag van de vakantiekinderfeest, sluiten we dan af met een pannenkoekenfestijn. Pannenkoeken. De pannenkoeken zijn op en de kinderen zijn hier. De poppenkast is net geweest en nu wordt afgesloten met het zingen van een paar liederen. En dan gaan de kindjes weer naar huis toe. Binnenkort, volgende week vrijdag, opent hier de tentoonstelling Herakles of Herakles. Mensen kunnen hier stukken zien, thema's uit de geschiedenis van de club, die al sinds 1903 bestaat. Mm-hmm. Dat gaat over supporters, het gaat over clubidolen, kleding, paparazzen, noem maar op. Ja. Een van de meest bijzondere stukken staat hier achter mij, dat is het jasje wat gedragen is bij de Olympische Spelen in 1928 door Bets Vreese. Hij was Herakliet en kwam uit in het Nederlands elftal. En zij speelde op de Olympische Spelen de wedstrijd tegen Uruguay. Deze stukken zijn bij elkaar gebracht door alle mogelijke mensen die de club een warm hart toedragen of toe hebben gedragen. Verzamelaars, liefhebbers, noem maar op. Wanneer de tentoonstelling afgelopen is, gaat deze expositie naar het Polmanstadion om daar tentoongesteld te worden in een permanente setting. En dan wordt hij ook uitgebreid, want de ruimte in het Polmanstadion is groter dan hier. Ja.
Deze expositie is in het Stadsmuseum te zien van zaterdag 29 oktober aanstaande tot en met zaterdag 21 januari 2017. En het Stadsmuseum is geopend van dinsdagmiddag tot en met zaterdagmiddag van 1 tot 5. Elk jaar vindt in Bornebroek het Glazen Café Bornebroek plaats. Zo ook vorig jaar in 2015. Toen is er ruim 14.000 euro opgehaald voor verschillende doelen in Bornebroek. Wij gaan eens kijken wat er gebeurd is met dat geld. We hebben van het Glazen Café een waardebon gekregen voor het realiseren van een nieuwe toegang. En de huidige toegang die voldoet niet meer aan alle eisen. Kun je ook zien, want die is voor 14 dagen geleden ook door een stelletje inbrekers vernield. En we gaan dus aan de zijkant een nieuwe toegang realiseren. We hebben daar een donatie gehad. In dit geval was dat een bedrag van 500 euro. We hebben daar een grote tent voor gekocht. Een tent met een afmeting van 6 keer 12 meter. En die gaan we daar inzetten voor diverse activiteiten in Bornebroek. Waaronder afgelopen jaar hebben we hem ingezet hier voor de voetbal. Voor de strandbal. Voor de jongens van VEST, die organiseren jaarlijks een groot evenement. We hebben hem ingezet voor het Broker Ontbijt. En we hebben hem ingezet voor de Broker Nazomerfeest. Dus diverse activiteiten die Bornebroek levendig houden, daar wordt de tent voor ingezet. Wij hebben met dat geld hebben wij op twee locaties nieuwe kasten kunnen plaatsen. Dus zoals je ziet, deze opvallende kast, die hebben wij kunnen plaatsen voor dat geld. En een aantal toebehoren toegevoegd en vernieuwd. Het Glazen Café heeft voor ons opgeleverd een bladzuiger. Dat is voor het opblazen of het opzuigen van het blad hier op de tennisbaan. Wij zijn gelegen hier aan een hele mooie bosrand op het sportcomplex in Bornebroek. Ja, daar heb je natuurlijk in het najaar echt veel last van vallend blad. Dan kom je ons op de baan terecht en dit instrument, deze bladzuiger, die zorgt ervoor dat wij zeer efficiënt het blad van onze banen kunnen opzuigen. Het schoolproject houdt in dat wij samen met een aantal mensen van de vereniging hier op de basisschool, op de Sint-Stefanusschool hier in Bornebroek, eigenlijk een aantal klassen, met name de bovenbouw, een stukje uitleg geven over wat voor instrumenten we allemaal hebben, hoe je die kunt bespelen en wat het inhoudt. Om daarnaast ook met die groep daadwerkelijk de kinderen de gelegenheid te geven om op de instrumenten te spelen. Zodat ze eigenlijk een beetje een gevoel krijgen van wat is nu een instrument en hoe leuk is het eigenlijk om daadwerkelijk muziek te maken met elkaar. Het Glazen Café Bornebroek die heeft ervoor gezorgd dat wij hier in deze sporthal een geluidsinstallatie konden aanschaffen. Wij hebben van het Glazen Huis 2.500 euro gekregen om deze geluidsinstallatie hier in de sportzaal aan te kunnen schaffen. Ook dit jaar is er weer een Glazen Café Bornebroek bij Café Brokkie. Dit evenement kunt u live volgen op Avisie, op AFM en natuurlijk op de website glazencafébornebroek.nl. Muziektheater Servus komt met een vernieuwende productie. De operette pastiche Laterna Musica. Er zijn 3 voorstellingen op zaterdag 29 en zondag 30 oktober in Hof 88. Het leuke van deze productie is dat die eigenlijk bedacht is door de leden zelf. Ze hebben zelf muziek bij elkaar gezocht samen met de muzikaal leidster Mariette Effing. En ze hebben zelf een verhaal bedacht, verhaal geschreven, audities gedaan. En ja, eigenlijk is het een eigen productie van het koor en dat maakt het heel erg leuk. Het is operette, het is klassiek. Uitgaande van de operette, maar zo hier en daar ook echte klassieke melodieën zitten erin. Nou, het bijzondere van Laterna Magica is dat we gebruik maken van projectie. En op een groot scherm worden beelden vertoond samen met geluid van vorige producties. Die dan overgaan in een live voorstelling. Het leukste vind ik de speelrol die ik heb samen met Alfons. Wij zingen dit keer niet, maar wij spelen en wij...
hebben een beetje kritiek op wat er in de zaal gebeurt. En wij zitten naast het toneel, net als die twee oude mannetjes bij de Muppets. Zo moet je dat eigenlijk een beetje zien. En wat ook heel bijzonder is, is dat wij voor het eerst ook een groep kinderen hebben die meedoen. Dat noemen we Servus Junior. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opzij. Nu 12 kinderen die ook meespelen en zingen in de voorstelling. En die zingen ook weer in het Nederlands, maar ook in het Engels. Nou, ik ben de politieagent en ik werk hier in Almelo. En ik heb een baan van waar ik heel veel ellende mee maak. Narigheid, bloed, enzovoort, enzovoort. En daarom wil ik s'avonds thuis gezellig ontspannen op de bank. Televisie kijken. Ik ben gewoon meer van ontspanning, een beetje reclame, een beetje journaal kijken enzovoort enzovoort. Maar mijn vrouw houdt af en toe wel van een horrorfilmpje. Nou, dat vind ik echt helemaal niks. Maar we willen nu het geval, mijn buurvrouw heeft dezelfde smaak. En mijn buurman vindt ontspanning ook leuker als al die horrorfilms. Dus we gaan gewoon bij elkaar televisie kijken. Onder het genot van. En dat gaat uitstekend. En zijn vrouw die kijkt bij de buurvrouw naar een horrormarathon. Alleen, ja, ik weet niet of ze alleen maar naar die horrormarathon kijkt, want er gebeurt van alles omheen. Dus het is een beetje spooky wordt het wel. Het is een beetje sinister, klein beetje. Jullie, hè?
Word je ook zo moe van traag internet? Met internet via glasvezel stream je zonder problemen je favoriete films en series in de hoogste kwaliteit. Zo hoef je nooit meer te wachten. Stap nu met gigaveel voordeel over naar een alles in één glaspakket van Kaiway. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het leuk is van licht? Het kan ook uit. En daarom roep ik namens de Natuur- en Milieufederaties bedrijven en gemeenten op in de nacht van de nacht het licht te doven. En misschien nog wel vaker ook, want licht, je komt makkelijk zonder. Mag het licht uit? Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Uit de kleren voor het goede doel, dat is wat 4 Enschedeze studenten hebben gedaan. Ze zijn aspirant lid van roeivereniging Euros. Ze willen met hun naaktkalender zoveel mogelijk geld inzamelen voor Pink Ribbon. Mijn moeder vond het in eerste instantie niet per se heel erg leuk, omdat ze natuurlijk al van, misschien kan het je wel achtervolgen. Maar voor de rest eigenlijk toch allemaal heel erg positief. Omdat we zo'n groot mogelijke opbrengst naar het goede doel willen brengen, wouden we niet nog een externe partij betrekken. En toevallig hou ik heel erg van foto's maken. En met een camera van mij en een camera van een vriend hebben we heel wat dingen kunnen doen. Wij zijn lichte roeiers en lichte roeiers zijn al eenmaal vrij goed afgetraind. Wij zijn best wel comfortabel in onze eigen huid, zeg maar. We wilden natuurlijk een beetje herkenbare dingen. We willen natuurlijk ook een beetje de roeivereniging en alles eromheen promoten. Dus daarom hebben we bijvoorbeeld voor de bus gekozen. Daar staat boven in de banner staat de DFV Euros, onze vereniging waar ons dispuut Magnus ook aan gelieerd is. En zo hebben we nogal wat meer dingetjes gekozen wat toch een beetje artistiek en smaakvol kan zijn. We hebben daarvoor gekozen omdat het voor ons dichtbij komt, dat doel. Een van onze moeders is namelijk overleden aan de ziekte. Dus vandaar dat we iets goeds ervoor willen doen. Voornamelijk vrouwelijke studenten is de richting waar we het meest van verwachten. Maar bijvoorbeeld ook familie, moeders en tantes en zelfs oma's van ons die het heel erg leuk vinden om te zien dat we ons inzetten op het op deze manier voor het goede doel. En die vinden het ook een grappig en ludiek cadeau om te geven aan vrienden en familie voor verjaardagen en zo. We hadden eigenlijk in eerste instantie verwacht dat het binnen Enschede zou blijven. Maar het is dus nu al een heel stuk groter gegaan. Dus we moeten ook rekening gaan houden met dingen zoals verzendkosten. Maar dan is de afname is ook een stuk groter. Want we hadden als oorspronkelijk doel 100 kalenders verkopen. Maar we zitten nu al op de 82 kalenders. Dus met nog een volle 2 weken in het verschiet kan er nog heel veel gebeuren. De familie Nijhoff uit Haaksbergen vierde de uitbreiding en vernieuwing van haar nieuwe zeugenstal. NVV-voorzitter Ingrid Jansen verrichtte de opening. Bij heel veel boeren gaat het minder. U bouwt een nieuwe stal. Waarom? Waarom? Wil je verder met de toekomst, dan zul je bedrijf daar toch op moeten aanpassen. Zoals het nu lijkt, hebben we hier een paar opvolgers binnen het bedrijf. Enthousiaste kinderen. Ook enthousiaste ouders. Nou, het loopt op zich toch maar redelijk goed binnen het bedrijf. We komen deze crisis redelijk door en hebben zoiets van kom, we gaan vol gas vooruit. Nou, we zijn de huisaccountant van de familie Nijhoff. En wij leveren dus de cijfers aan op basis waarvan wordt gekeken of er een investering mogelijk is. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld een subsidiebalie, dus onze specialisten op het gebied van subsidies, die regelt het een en ander voor de familie. Waar gaat de mest van deze boer naartoe? Nou, heel kort, die gaan naar Twents in Zenderen. We zijn als Twents al een aantal jaren bezig om mestverwerking van de grond te krijgen in Zenderen. En Jan Nijhoff was de eerste boer die bij ons heeft ingetekend. Dus zodra wij naar verwachting over een jaar beginnen met de mestverwerking, dan gaat Jan Nijhoff zijn mest naar Zenderen voor verwerking. Het is een hele moderne stal. Hij wordt nu wel de slimste stal genoemd. Maar... Wat is zo slim aan die stal? Nou, innovatieve ideeën die erin zitten. Dat is onder andere de warmtewisselaars. Voor de warmte die we van de uitgaande lucht halen om daar de biggencoffers mee te verwarmen.
De koelsysteem, het water wat je voor de warmtewisselaar gebruikt, gebruiken we zomerdag weer om de dekstal mee te koelen. Daarnaast zitten qua welzijnniveau redelijk hoog. Zeugen lopen los in de kraamstal of kunnen loslopen in de kraamstal. Dit plan is zeker geslaagd. In elk geval is het ook een zeer ambitieus en nieuw plan. Dus goed voor de sector, goed voor Haaksbergen. Dat er vernieuwing is, dus altijd goed. Wij gaan hem mest verwerken, verwaren noemen we dat liever. Uiteindelijk gaan we het vergisten. Dus biogas eruit halen. En dit gas gaat op het net. En we gaan vervolgens ook de nutriënten die er nog meer in zitten nuttig toepassen. Onder andere als grondstof in onze eigen installatie in Hengelo. Hoeveel varkens hebben we? Het is een stal, we hebben in totaal 1050 zeven kunnen we gaan houden. En dat gaat ook gebeuren. Jan heeft 4000 kuub in eerste instantie afgesproken om bij ons te gaan leveren. Dus 4000 kuub verdeeld over het jaar bij ons door de firma Jannink aangeleverd in een tankwagen. Nou, de toekomst zullen we toch wel redelijk positief inzien, anders hadden we deze stap niet gemaakt. Een beetje geluk hebben kan die in de toekomst klimaatneutraal worden, energie nodig hebben. We hebben nu al zonnepanelen op het dak, op deze plek ook zonnepanelen, liggen op het zuiden, dan kunnen we energie neutraal worden. Op het burgemeester Jansenplein in Hengelo wordt er hard gewerkt aan Winter World. Een gezellig evenement met een grote ijsbaan, lekkere eetgelegenheden en vooral veel kerstsfeer. De voorbereidingen voor Winter World zijn in volle gang. Op het burgemeester Jansenplein is de kerstsfeer al flink te proeven. Ja, het is een heel concept met een hele grote ijsbaan. En wat wij proberen is eigenlijk de Duitse sfeer die je op kerstmarkten ziet. Niet dat dit nou één kerstmarkt is, dat proberen we hier te creëren. Dus eigenlijk het eindejaarsgevoel, gezelligheid, warmte, ijsbaan, spelende kinderen, sneeuw. Eigenlijk voor de hele familie, alle culturen. En ja, dat is Winter World. Iedereen moet het daar naar zijn zin hebben. Nee, het gaat best goed. We zijn het goed aan het opbouwen. Ik vind het wel heel leuk dat we verplaatst zijn van het macro naar het centrumgebied. Ja, en als je dan ziet hoe iedereen in de stad, gemeente, ondernemers, horecaondernemers, wij met elkaar samenwerkt om het voor elkaar te krijgen, ja, dan is het wel leuk. Dat was absoluut geen bewuste keuze. We hadden al jaren plannen om het bij de macro te organiseren. Tot als de ondernemers in Hengelo zeiden van, ja, maar wacht even, dat hoort in de binnenstad. En kom jij eens even hier? Nou ja, we zijn met elkaar om tafel gegaan. En vervolgens zijn we eruit gekomen met alle partijen. En dat vond ik ook wel heel bijzonder hoe Hengelo dat op heeft gepakt. Vooral de samenwerking. Echt perfect hoe iedereen samenwerkt om het voor elkaar te krijgen. Dat vond ik een warm gevoel. Omdat Winter World nu in de binnenstad van Hengelo plaatsvindt, zouden er zorgen zijn dat het evenement een negatief effect kon hebben op de reeds bestaande horeca. Volgens de organisatie is alles echt in samenwerking met de binnenstad georganiseerd. Maar we hebben inderdaad horecafaciliteiten. En wat er mooi is, een aantal horecaondernemers wil met alle geweld dat dit in de stad kwam. Dus ja, en die werken mee. We hebben zelfs horecaondernemers als sponsor van Winter World. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg. En dan zie je ook, als je met elkaar samenwerkt, dat het gewoon beter is. Wij hebben die horeca nodig, dat het hier, als het maar bruist in de stad, dan heeft iedereen het beter. En dat is elk initiatief. En een horecaondernemer snapt dat ook. We gaan vrijdagavond open. Donderdagavond hebben we voor alle medewerkers en genodigden hebben we een officiële opening. Dan gaat de wethouder gaat het officieel openen. En Debbie van de Nijen Stichting en Gerard Velter van het centrummanagement. En dan vanaf vrijdag kan er geschaatst worden. Museum Twentse Wellen in Enschede opende in oktober met een groot feest dat de hele herfstvakantie duurt. In het vernieuwde museum staat elk half jaar een nieuw thema centraal. De eerste uitwerking daarvan is Kom Spinnenkoppen. Hey, welkom in museum. De Twentse Wellen. Ik neem jullie mee voor een sneak preview van de nieuwe tentoonstelling. We gaan nu de eerste verbouwing bijna afronden. We gaan zo meteen kijken. En over een half jaar inderdaad, dan gaan we het enige gedeelte dat nu nog niet verbouwd is, ook verbouwen. En vanaf dan worden telkens, wanneer er weer een nieuw thema zich aandient, worden de oude een beetje ingedikt en dan komt er weer iets nieuws bij. Dus inderdaad worden telkens een beetje anders. En ze zijn nu net klaar met opbouwen, dus ze staan nog een beetje boksen en zo. Die zijn de zaterdag natuurlijk allemaal weg, maar dit geeft alvast een prachtige indruk van de schaduwen die je krijgt. Je komt vanuit de tentoonstelling, kom je zo gelopen.
En dan liggen hier nog een beetje zo die touw, dus dan weet je dat je zo die kant naar beneden moet. We zijn nu in wat voorheen de tunnel was, maar dit is nu ook een tentoonstellingszaal. En daarachter staat dan weer een uit schimmel gegroeide jurk. Nou, dan zijn we dus hier in de fabriek. Hij is bijna klaar. Als in de stellingkasten zijn ingericht. De werktafels worden nou, over 5 minuten, dus we zijn net te vroeg allemaal op een plekje gezet. Maar als je ziet, dan zie je al, dat zijn echte brute werktafels waar kinderen dus ten alle tijde, iedere dag, aan 15 verschillende opdrachten kunnen werken. En in principe kun je alles zelf. Er is natuurlijk wel altijd wat hulp. En je ouders die mogen helpen, of je opa of je oma of je broer of zus. Met z'n allen maken. Dat is waar het om gaat. En met al deze mooie spullen moet dat volgens mij heel goed lukken. Anja Timmer vertrekt als wethouder van de gemeente Almelo. Veel lovende woorden op haar afscheidsreceptie en een spontaan gevormd zangkoor dat haar toezong. Het is je niet in de koude kleren gaan zitten. Maar ik weet ook heel zeker dat je in deze afgelopen jaren nog veel meer van Almelo bent gaan houden als je al deed als Tweede Kamerlid. Het verhaal gaat, en heb ik echt van horen zeggen, dat je bij de eerste collegevergadering binnenkwam op hele hoge stilettoorden. Die waren er nogal optie. Voor in de tuin kunt. Anja, je bent iemand die makkelijk benaderbaar is. Dat hebben we echt goed vernomen. En dat is in het overleg heel vaak ook het geval geweest. Maar ook buiten het overleg konden we elkaar heel makkelijk aanspreken. We kwamen elkaar nog wel eens tegen, alhoewel ik niet lopen, maar ook. Nou, ik word er wel een beetje stil van. Ik heb het gedaan op mijn manier en dat is natuurlijk ook de enige manier waarop ik het kan doen, zeg maar. Maar ik vind het wel mooi dat veel mensen herkend hebben, ja, waar het voor mij om gaat. Dat ik het doe voor de mensen in deze stad en dat ik daar het beste voor wil bereiken. En ja, dat klonk wel nadrukkelijk door in de speeches en daar word ik wel blij van. Ik hou ervan om gewoon in mijn fietsje op pad te zijn in de stad of lopen en met mensen in gesprek te zijn. En natuurlijk zit je ook achter je bureau en moet je stukken lezen en moet je dingen verzinnen. Maar het gaat uiteindelijk om die mensen in onze stad. Daar doe ik het voor. Ik heb het geweldig gehad hier. Ik vind Almelo een geweldige stad. Daar zal ik ook altijd een speciale band mee houden. Maar zoals al eerder gezegd, de balans raakt een beetje zoek. En dan moet je soms moeilijke keuzes maken. Nu neem je afscheid van ons team. Dat doet ons heel verdriet. Die vervang je zomaar niet. We gaan je echt missen. Niet slechts omdat je zoveel kan, ja. Maar om wie je bent. Oeh, Anja. Anja. Dit was Twente Breed alweer voor deze week. Elke werkdag vanaf 7 uur in de ochtend kun je luisteren naar 120 Radio. Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 120 Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en uiteraard het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.